Sorry, IPT. Ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Hoogteven Rood en Dragon Slayer. De volgende aflevering ben ik hier gebleven en we zijn nog steeds hier bij het Minegebied. Wie de fuck is dat? Oh, wat zit er weer? Wat is dit? Mining and spitting flyer. It's nearly here. Blah, blah, blah. Join us in the new year at the newly refurbished artisans workshop. Smitting has been reworked with new mechanics so that making equipment feels more like real smitting. Be able to make new tiers of gear with the new ores, make you on T90 power armor, entirely through the spinning skill, make untradeable armor spikes to boost you in combat. Okay. Top. Nou, eerst even die fucking die scorpion even aanvallen. Maar ik wil sowieso eventjes een betere pickaxe gaan regelen. Ik denk niet van een mid-roll pickaxe of zo. Maar eerst wil ik even mijn mijn inventory wil ik gewoon even helemaal vol hebben met iron ore voordat ik dat ga doen. En hier heb je weer een King Scorpion. En volgens mij sinds vandaag of gisteren, het is nu dinsdag, is er ook weer een nieuwe quest available voor free to play. En dat is Violet is Blue. Volgens mij echt wel gebaseerd. Ja, ik heb het op mijn mainkant al gedaan en het is echt volledig gebaseerd op sneeuw en dat soort dingen. Het is echt weer de tijd van het jaar, een soort quest. Wel een heel grappige quest. Niet zo moeilijk in ieder geval. Nou ja, je krijgt er wel wat van die XP lamps voor. Op zich wel handig om te doen nog eventjes voor deze. En dan weten jullie ook precies waar ik het nou over heb. Maar dat kunnen we waarschijnlijk wel even de volgende aflevering doen wanneer we de tijd hebben. Ah, fucking King Scorpions. Daar word ik helemaal gek van in deze mine. Dat is de enige waarom ik niet vaak in deze mine zit. Oké. Okay. Even zien, even naar de. Naar de bank. Gaan we even naar de GE toe. Oh ja, eerst zal ik nog even mijn treasure spul even krijgen. Oh ja, dan kunnen we kool ook gelijk even verkopen of zo, weet ik niet. Misschien nog handig om te halen. Oh ja, die drie prismatic lamps die kreeg ik vandaag ook, ja. Klopt. Even zien, vanaf de 12e heb ik die nog niet geopend. 15. Watch, is getting dumb crate. En dan deze. Oh nee, en deze nog. Ja, en de rest die zou ik dan op de 24e nog wel even gaan doen. Zodat ik wel alles kan krijgen. En wat zit hier eigenlijk in? Nee, oké, dat weet ik niet. Oké, maar deze die kunnen we in ieder geval goed gebruiken voor onze prayer. Want dan hoeven we daar niet meer zoveel zorgen over te maken. En dan kunnen we deze ook gelijk even op onze reetje gooien. Hoppa, level 14 reetje. Zodat we in ieder geval toch wel wat hogere leveltjes krijgen. En prayer level 30. En we hebben compleet level 52 op de game. Nou, deze dingen die kan ik helaas niet nemen omdat het members shit is. Deze gooi ik mooi op de prayer skill. Nou, we hebben weer level 31. Mijn prismatic lamp stars gebeuren, die gooi ik wel op divination. Deze gooi ik daar wel gewoon even bij. Oh, heb ik ook een concept van de scrimdar, nice. Scorpion catcher,
Land of the Goblins. Ik ga gewoon eens even kijken. Ja, offscreen. Hoeveel ik eigenlijk nog nodig heb aan XP. En wat ik het beste mee kan gebruiken met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Big Bones of zo, dat soort dingen. Want hoe minder ik natuurlijk hoef te gebruiken, hoe beter het is. Ah, zo. Even lekker drinken even af en toe tussendoor. Maar dan moet ik binnenkort maar even weer mijn combat een beetje gaan trainen. Oh. Even wil ik deze quest wel even gaan halen. Dus daarvan ben ik nou even cooking aan het doen. En dan kan ik dan... Ja, magic dat heb ik zo te zien al op level 23. En cooking dat heb je zo gedaan. Het is alleen mining dat je een beetje lang moet trainen. Dit verkoop ik wel gewoon even. Ja, ik weet niet waar ik met deze logs hoef. In principe op het moment niks. Dus kan ik beter gewoon verkopen. Dan heb ik wel meer geld. Want gaan we sowieso nodig hebben voor de... Als ik rune armor wil hebben. Ik heb eigenlijk totaal niet gekeken wat mijn challenge is van vandaag. Een greenhorn. En de birdhorn agility course. Ja, maar dat is echt members. Dus dat is zich niet echt handig om te gaan breken. Logs zijn duurder dan ook logs? Is dat nou voor logica? Nou ja. Oké, de mithril pickaxe. Dus je gooit gewoon op 10.000. En de toolbelt. Hoppakee. En weer terug naar Valador. Altijd als ik wil gaan teleporteren naar de... Hey, wat is hier dan aan de hand? Wat is hier aan de hand? Dr. Santa Claus? Ik kan select which skill... Oké. Okay. Summoning of Runecrafting. Nou, Runecrafting heb ik nog niet echt altijd gedaan. En Summoning, dat is member skill, dus ik ga van Runecrafting. Oh, dat is zo handig voor mijn main account dus. Ja, maar nu krijg ik helemaal 1 XP. Nou, dan laten we dit nog even 22 keer doen ofzo. En dat vind ik wel helemaal mooi. Dan ga ik gewoon even weer minen. Open chests. Active Winter Weekend Hotspot. Ja, dat is pas echt bruikbaar als je in het weekend dit doet. Lijkt mij, want anders staat er op die Winter Weekend. Maar oké. Okay. En weer even door. Hebben we sowieso Runecrafting level 4. Je kunt dat eigenlijk best wel goed traden, Runecrafting. Nou, gewoon weer verder. Ik hoef nog maar 3 XP. Dat vind ik wel genoeg. Ga ik even kijken wat die kisten precies inhouden. Of ik ze nu al kan openen. Ik denk het niet. Yay! Runecrafting level 4.
Daar doe je het voor. Oké, wat zit hierin? Ah, oké, okay, ja, nee, duidelijk. Maar hier zijn ook nog kluisjes of kisten. Oké, okay, nou, ik ga weer terug naar Valador. Waar ik eigenlijk weer bezig zal zijn. Ik vind het wel komisch dat ze hier bovenop ook allemaal van die presses hebben neergelegd. Grappig. Oké. Okay. We hebben echt nog maar 9000 XP nog. Dat heb je eigenlijk wel in deze of volgende aflevering sowieso wel. Ik vind het ook wel grappig dat er ook gewoon voor bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, voor Magic of Range, dat er ook gewoon hele andere armor sets zijn. Ik vind het wel heel grappig eigenlijk. Ik wist eigenlijk totaal niet eerder dat het altijd was. Maar nu denk ik altijd zo van, oh, dat is altijd wel handig om te hebben natuurlijk. Blijf van me af, King Scorpions. Users, ah, ik heb een test completed. Nice. Wil je eens even een keer niet zo irritant doen, meneer? Dit is een King Scorpion, dus ik denk dat het een mannetje is. Anders hadden we wel een Queen Scorpion staan of zo. Maar hey, dat staat er niet. Maar dit gaat nu wel een stukje sneller met het minen. Als deze scorpions gewoon hier een beetje blijven staan, dan is het nog wel makkelijk om hier te trainen. Nou, fuck. Dan lopen ze weer weg. Vuile, vuile ratten. Het zijn geen ratten, maar oké. Okay. XP en dan ben ik alweer level 20 mining. De eerste paar levels gaan hard, totdat je graag de level 60 mining wil hebben. Dan denk je ergens van, waar ben ik aan begonnen? Maar dan ben je wel blij als je level 60 mining hebt, zoals ik. Want dat is echt een hele, hele langzame skill om te trainen. Moet je ook gewoon heel wat uren voor in steken. Bij sommigen bijvoorbeeld flashing of zo, daar ben je veel sneller mee klaar. Of met de cooking of met. Weet ik veel. Een andere quest. Nou, daar gaat er weer een. Heb ik toch weer een beetje combat XP erbij. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is een beetje combat XP. Doctors of Hallowvale. Elemental Workshop 1. Oeh. Dat is echt een members quest die ik al heb gedaan. En Tears of Cuttings. Want die Elemental Workshop is echt handig als je begint met member. Dat was ook met mijn main account. Iedereen die raadde het aan om Elemental Workshop 1 en 2 te gaan doen. Of één van die twee. Ik denk 1 en 2 sowieso, denk ik wel. En dan ja, ik dacht van, ha, ga ik gewoon mooi er even mee bezig, want daar krijg je best wel goed bonus XP voor. Voor natuurlijk spinning en mining. Wel handig. Maar ja, als ik binnenkort weer een keer member word, dan wil ik sowieso wel meer quests gaan doen, maar ook wel wat skilling. Zoals divination wil ik sowieso een beetje omhoog halen, want
Ik heb dan nu, waar ik mee bezig ben, is dan smidding om level 80 te krijgen en crafting om level 80 te krijgen. En dat heeft te maken met de... Oh, shit. Dat wil ik niet aanvallen. Maar dat heeft ermee te maken omdat ik die twee naar level 80 moet hebben voor de elite skill. Want daar wil ik ook eens een keer mee gaan beginnen. Nou, ik vraag me nog een beetje eigenlijk af wat je daar precies mee kunt. Maar volgens mij zijn het wel hele handige dingen. Dus ik denk van, nou, kan ik beter daar ook een beetje wat tijd in gaan investeren. En dan wou ik volgens mij ook nog, voordat ik met mijn wit weer combat level 70 heb. Of ja, attack, defense en strength. Gewoon een beetje level 70 hebben, zodat ik wat, ja, sterkere monsters aan kan. En dan zou ik daar ook niet zoveel moeite mee hebben, bijvoorbeeld met sommige dingen. Want voor een laag level is er eigenlijk op zich niet heel veel te doen. Ja. Er zijn natuurlijk altijd wel dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld, zou ik het zeggen? Construction, die heb ik zo al level 60 of zo. Dat is gewoon een hele makkelijke skill, behalve wel hele duur. Maar ja, dat ligt er ook een beetje aan wat je doet. Want ik ben al, ik heb dan volgens mij in mijn huisje een... soort van workshop zitten of zoiets. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar kun je heel veel van die stoelen maken of zo. Of van die meubels. En dat doe ik dan gewoon constant. Dan krijg je ook wel weer geld voor terug. In plaats van dat je je eigen huis bouwt met heel wat items en zo. Kun je het ook in meubels doen. En kun je weer op de GE verkopen. Dat is ook heel handig. Daarom heb ik het eigenlijk zo hoog gekregen. Ik denk dat ik ook op die manier wel level 99 crafting wil ik zeggen. Construction krijg. Maar het is sowieso één ding wat zeker is. Als ik met me ben, dan ga ik sowieso de fletching skill cape halen. En dan wil ik het ook nog wel even op, ja, wel even laten zien. Wat de hel is dit? Oh nee, die heb ik vorige keer gekregen. Vorige aflevering. Nee, oké. Want ik weet eigenlijk totaal niet waar, waar je die fletching cape kunt krijgen. Ergens, dat weet ik, maar... Het zal vast wel ergens staan en dan kan ik dan nog wel een keer opzoeken, want dat is gewoon één ding wat ik zeker wil. Nee! Afblijven jij. Wacht, er zijn er ook nog twee. Ja, maar kijk, deze kopjes kunnen niet weg. Deze Kings kopjes, die kunnen er niet bij komen, omdat deze weer in de weg staan. Top. Nou, ik ga er gewoon voor één leveltje vandaag en dan doe ik de rest dan wel de volgende keer. Oké. Of ik doe gewoon tot op een inventory gewoon helemaal vol is. Dan kan ik beter doen. Lijkt me wel een stuk handiger om te doen, ja. Laat ik dat maar gewoon doen. Als het wel even mee wil werken, dat zal wel fijn zijn. Hoppakee. Zien 135 XP. Dat is iets van 4 ores of zo, denk ik. Iron ore, hakken. Oh, ik klikte al op de volgende voordat ik überhaupt bezig was. Nou, behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Volgende aflevering ga ik dan nog even gewoon mijn inventory vol maken. Dus, ik zeg, later.